De komst van Michael Jackson naar Rotterdam is onderdeel van zijn Europese tournee die zaterdag begon. Morgenavond geeft de zingende miljardair zijn tweede show. De Nederlandse fans hebben dus niet lang op de 34-jarige telg uit de Jackson-familie hoeven wachten. De opbrengst van de Europese optredens gaat naar Heal the World, een kinderopvangproject. Het heeft alles weg van een videoclip, maar dan bijna 2 uur lang en live opgevoerd. De perfectie ten top met de King of Pop. Een daglichtbestendige lichtshow van 160.000 watt. Een geluidsinstallatie van 240.000 watt. En voor dat alles is 15 kilometer kabel uitgerold. Achter de schermen speelt de computer een hoofdrol. Alle klanken die de muzikanten voortbrengen worden op de een of andere manier door computers bewerkt.